Sonia, jong. Laten we even. Wat was er met jou? Bobby, Vika. Mensen, er is nog plaats hier hoor. Ja, ja, ja. Schaduw, schaduw, schaduw. Want er zit echt nog boempa. Er is nog een hoop hier, er zit echt nog boempa. Ja, hoe gaat het? Ja, wacht, wacht, wacht. Daarom is het onfeest gedaan worden, die emotie. Ja, wat is het? Dan sta ik in je beurt toe, ja, ja. Ja, ja. Ik ben er niet. Hallo? Ja, rustig. Ik... Ja, ja, ja. Oh, je kan niet op het scherm zien. Okay. Ik hoop niet dat ik in je beeld ben, hoor. Echo, 1, 2, mic test. Doris, Doris, je mic is aan. Goedemorgen mensen. Goedemorgen. Oké, welkom iedereen. Ik verklaar hier bij de bijzondere buitengewone algemene ledenvergadering van de veiligheidsbonden voor geopend. Dit is een complete nieuwe vergadering. En wij hebben een principe overeenkomst hier met de staat over de zaken waar wij, waarover wij terug moesten gaan. Let u, het is nog niet getekend. We gaan het nu behandelen. En bij akkoord van u gaan wij het vandaag ondertekenen. U bent niet vergeten, de zaken hebben we verdeeld in twee. Dus één, loononderhandelingen. En twee, de administratieve zaken. Wat betreft onze loononderhandeling, hebben wij reeds een uitnodiging van de president gekregen om morgen 4 uur te praten over de lonen. Met betrekking tot twee toelagen, het gaat om overbrugging toelagen bij de brandweer en risico toelagen bij de penitentiaire ambtenaren, mogen worden vermeld dat deze naar analogie van de andere bonden zal worden goedgekeurd door de president en deze geen ene uitleg van OO boven. Dat is duidelijk. Maar alleen moet het nog morgen bekrachtigd worden door de president. En dan gaan we verder praten over de lonen. De administratieve dingen, die zijn, als je mij vraagt, in orde. Een paar van de beschikkingen hebben wij al gezien gekregen. En wat wij nog niet hebben gekregen, is wat wij zelf konden zien en begrijpen van, hey, dit is nog maar tekend idee, omdat wij gezamenlijk dit A en B nog moeten doen. Dus dan gaan wij die zaken stuk voor stuk, even na, samen met u, zodat het duidelijk is. Bevorderingen. Met betrekking tot de recruten bij de politie, is die beschikking reeds getekend. Ik heb het zaterdag zelf gezien. Ik heb een afschrift ervan gekregen. Wij hebben het gezien. En het ligt nu bij de salarisadministratie. Men is het nu aan het verwerken. En de bedoeling is om de recruten
aan te stellen als aspirant agent van politie. Dus haar beschikking zang nog bij mijn teken Aladdin Dei, Aladdin Mung. We hebben een afschrift zaterdag van mevrouw Matura gekregen. Het is getekend. En dan zijn er wat bevorderingsstukken bij Binnenlandse Zaken. Die konden ze zaterdag niet tekenen. We hebben zelf naar ze gekeken. En er is afgesproken om die binnen een week getekend te hebben. Met betrekking tot brandstof is het geheel in orde. De beperking voor de operationele diensten en de essentiële diensten is opgeheven. Het is duidelijk. Dus niemand gaat nog in de rij staan om te tanken, et cetera. Wat naar Lekwai Sabina Stranau deed, dat hebben we afgesproken. Maar tegen tanken, als we hem knap in de rij eten, dan moet hij ons nog melden. Ja. Begrijpt u? Dus dat is het motto. Maar we weten hoe die dingen zijn. De betaling van de laarzen bij brandweer. We hebben naar die zaken gekeken. En het moet ook binnen een week worden afgehandeld. U begrijpt, het kon niet zaterdag of vandaag worden afgehandeld. Het moet naar A, B, C en D. En dat hebben we ook zelf gezien. Het raadvoorstel voor de aanschaf van het nieuwe politieuniform is goedgekeurd. En de volgende RVM is woensdag. Woensdag moet het in orde zijn. U begrijpt, de zaken die binnen een week in orde moeten zijn, is afgesproken dat we vrijdag, zaterdag weer bij elkaar komen. En dat we tussen nu en die dagen samen met de regering erop moeten toezien dat die dingen in orde komen. Dus wanneer er woensdag RVM is, kan de misdrijf gaan wachten op naar VP. Moet ik een kopie voor afvoorstel. We gaan het niet laten dat hij wacht op de man zijn goed, dat de man zijn goed. Met betrekking tot die bevorderingen van de politie over bij de officieren, is het duidelijk. Meneer Amok heeft een poespas van dat ding gemaakt, of hoe ze dat ding zeggen. We weten niet meer wie ouder is in anciëniteit bij de politie. Officieren met twee sterren. Mensen die nooit zijn nooit nog slaag. Vanwege dienstjaren. Wegens leeftijd. De makotap, de tramang, et cetera. Dus dat heel ding is in de war. Er is afgesproken dat we vandaag nog of morgen nog gezamenlijk naar dat ding gaan kijken. En we gaan kijken hoe we het zo goed mogelijk kunnen repareren. Dat ding is simpel toch bij de politie naar zomaar slag naar oosten toch? Bij alle korpsen toch, zomaar slag naar oosten. Oké, de mensen waren achter. We hebben toen afgesproken van kijk, iedereen krijgt een bijzondere bevordering. Iedereen wordt gelijk naar boven gebracht. Gewoon is de minister gekomen met iets van 25 dienstjaren en dit en dat. Dus Amasa nooit nog beslag zou kiezen zo'n twee. Omdat Amasa de lange moro Amasa doen best al die tijd, is die man ouster geworden. Ai. Maar dat is het toch. De mensen, allemaal de lange. Dit is erger dan doorstromen hoor. Geloof me, is echt erger dan doorstromen. Dus je komt in de dienst, je doet je best, je bent kopgroep. En iemand van je ligt in slag na 6 jaar. En na 25 jaar wordt die man je ouster. Dat is maar ook te weer. Maar goed. Ten aanzien van de BBS is er afgesproken dat de officieren van die... De bevordering van de onderofficieren in december zal geschieden. Waarom? We hebben het ook bij de politie gezien. Mensen moeten naar de opleiding. En de mensen gaan niet zo lang. Ik geef maar bevordering, want toen manier go moro. Dus, in mijn concurrentie gaat tenminste tot ik december naar opleiding. Want ik moet voor december in Okisa bevordering. Dat is gewoon de realiteit. Dus if you want go of niet. Maar Baradagi heeft een bevordering in tantelijk december. Want als ik moet op december, you know where the bevorder. Met betrekking tot de resolutie van nachtdienst en voeding prim bij BBS,
Is er afgesproken dat die alleen nog gepubliceerd, gepubliceerd moet worden, dus dat teken kaba. Maar normaal pai eten, omdat dat moest worden gepubliceerd. We hebben ook eens contact opgenomen met meneer Bronto. Als het niet vandaag is, dan is het morgen maar teken kaba. Als dan zijn we maar teken. Wat betreft de andere korpsen, met uitzondering van de politie, was het zo dat de mensen 500 SRD moesten betalen voor een BHVP-pas. U begrijpt, het is reeds goedgekeurd. De mensen hoeven niet meer te betalen. Je kiest die pasjes gewoon zoals het hoort. Het kan niet toch, de politie betaalt niet voor pasjes, maar de andere korpsen wel. Zijn er verschil dan? Dat is al goed gekeurd. Normaal heb ik een pas genoeg aan pas, want als je pas is, je pas vindt. Met betrekking tot de terugstorting van SZF gelden bij BBS, is het ook goed gekeurd. Uw voorzitter moet samen met de mensen uitwerken hoeveel het is per persoon en het wordt teruggestort. Met betrekking tot KPA, is het zo dat KPA geen sirene of zwaailicht hadden. Er komt ontheffing en ze moeten een paar voertuigen zullen het krijgen. Het is toch duidelijk, if one strafman, you contra strafman, aboma, fireries, kona asset. En met betrekking tot de resterende bevorderingen van alle korpsen, zaken die nog niet op het ministerie zitten. Ik begrijp, if a zaak nodig naar het ministerie ete, de man om maar tekenen ete. Je ziet meneer Oosterwolde bijvoorbeeld hier, niet hier. Hij is nu bezig met zijn leiding om na te gaan als er zaken binnen zijn, moeten die worden opgestuurd en die moeten binnen een week worden afgehandeld. Dit zijn de administratieve zaken. Alles aan bij teken staat er aan een zondag. Teken kaba. Voor de resterende dingen moeten wij nu erop toezien dat die worden gedaan en dan moeten we komende week weer bij elkaar komen. Dan moeten we weer afvinken. Van dit is gedaan. Dit is gedaan. En ten aanzien van alloon gaan we nog geen antwoord voor u hebben. Maar we gaan u moeten zeggen waar we zijn. Want zo net hadden we weer een discussie daar over alloon. Binnen meneer Coloren en ik. Ja, maar dit, maar dit, maar dat, maar dit. En we hebben ook van de week een afspraak met wat fiscalisten, mensen met wat meer verstand. Omdat at the end of the day zijn we geen terzake deskundigen. Maar door alle onderhandelingen hebben we wel een beetje verstand ervan. Dus mensen, ben ik iets vergeten? Nou toch? De papieren van die recruiter van mij en die officieren voor halfjaarlijkse bevorderingen zijn ook al op tafel van Korpsen. Okay. Ja, dus, maar dan moeten ze opsturen. Dan moeten ze opsturen. Nee, korps hoeft het, maar korps moet het doorsturen naar het ministerie. Dus, inderdaad, bij KPA zitten die stukken nog op het bureau van hun korpshoofd. U moet erop toezien dat die dingen naar het ministerie gaan, want daar moet het worden getekend. Goed, mensen, dit is het. U zei, u had ons al gezegd, van u wilt niet tot zaterdag wachten. Wij zijn gaan werken en zaken gaan concretiseren. En dit is het resultaat. Wie kan ik het woord geven? Ja. Oké. En dan put dat microfoon aan. Wie kan ik het woord geven? PSU staat voor PSU bij de politie. Ah, PSU. Nog iets?
Ja. Welke compensatie? Dat is bij presidenten, dat gaan we morgen bespreken met de presidenten. Ja. Ibe, als jij dan vraagt? Ja. Ten aanzien van incorporatie van koopkrachtversterking. Er was gezegd geworden dat het meegenomen worden, zou worden en op de bezoldigingen gezet zou worden. Is dat besproken met de president? Dat is morgen toch? Maar luister, wat money betreft, in afbroken je idee. Wat money betreft, meneer Abba money van Oudo toch? Begrijp je? Dus eigenlijk, we hebben geen money, we hebben geen you, plus geen me, plus geen cooler, plus geen allemaal. Nee, dus dat zeg ik toch. Procent, je moet zich niet zoveel focussen op procenten. Omdat soms is 10% meer dan 50%. Punt 1 is die 3500 moeten ze optellen zonder belasting op onze bezoldiging. En als dat is gedaan, dan gaan we kijken waar we zijn. Dan gaan we kijken naar die belastingsgever. Dan gaan we kijken hoeveel we willen. Want kan je maar je 30, goed dat ik nog geen 30, geen 18. Begrijp je toch? Want als je maar 30 geeft, dan ga je 38% houden. Als je maar 10 geeft, dan ga je 18% houden. Begrijp je? Dus wat dat betreft is het duidelijk. Mensen, alvorens door te gaan, wil ik u bedanken. Weet je waarom? Voor alles. Omdat het gaat om dezelfde dingen. Zijn KPA, beschrijf briefie om en lezen. Politiebond schrijft zo'n briefie. BBS, zoveel brieven. Maar uiteindelijk, door die bundeling, door het feit dat je soort dat je nog vrede. Door het feit dat je weiger voor mij de man behandelen als een slaaf. Door het feit dat je weiger voor trouw een bedelaar. Hebben we gezien dat we tot nu toe iets op kieswaar zijn tot nu toe. Begrijpt u? Want het is simpel toch. Door niet te bundelen. Dat je mijn kaars goed toe kon. Dat je mijn gist goed toe een risico toe lagen. Dat KPA nee. Kies je wat KPA naar risico. Dat in mijn kar BBS komt, dat in mijn BBS van overbruggingstoelage, dat brandweer nekjes, want brandweer heeft niets te overbruggen. Begrijpt u? Simpel, dat is de realiteit. En daarom moeten we alles eraan doen om die bundeling te behouden, om zaken gezamenlijk te doen. Daarom moeten we alles eraan doen om die bundeling te houden. Dan gaan we zien dat we meer, veel, veel, veel meer zullen bereiken. Nee, kijk, risico toelagen, de politie heeft het al. BBS heeft alleen, KPA moet het nog krijgen. Dus KPA moet het krijgen naar analogie van die andere bonden. En het behoeft geen nader betoog, het hoeft ook niet naar OO te gaan, want van KPS is niet naar OO gegaan. Begrijpt u? Dus, en hetzelfde geldt voor overbruggingstoelagen bij de brandweer. Wat zegt u? Je hebt 10% risico toelagen. Het is persoonlijke toelagen. Het heeft misschien een andere naam. But wat zeg je? Dus met betrekking tot die toelagen is er een duidelijke TWK afgesproken. Dus over TWK, et cetera. Mensen, we kwam de video van vrijdag, ik ben je duidelijk van Amy Weary. Begrijpt u? Omdat wanneer we van hier gaan, ik zei het al, we hebben geen geld om deskundigen te betalen. En immers, het is ook niet nodig, heren, want wanneer we daar zitten en zo met die mensen daar praten, zie ik ook niet dat we deskundigen nodig hebben om ze bij te benen. Begrijpt u?
wanneer we zo zitten, hoe start het maar? Enkel op voer. Begrijpt u? Er hebben geen deskundigen nodig, want wie is de makos dus of dan een professor, doctorandus, meester, ingenieur? Alles aan, toch weet je aan ding. Dus, we hebben geen op- aanmerkingen meer. Dan gaan we het in stemming brengen. Maar voor dat wil ik u nogmaals bedanken. En ik wil u ook nog aangeven van, we gaan nu weer werken. Maar wij als bestuur gaan nog harder moeten werken. Maar geloof je, maar hier u kent naar Belgo. Je krijgt de overeenkomst. Ik is je eerste draf zou kiezen in Afritrooi. Een eerste draf zou kiezen, dat is om weg te gooien. En mijn actie met dat kijker naar de allemaal pot. Uiteindelijk hebben we iets. Want als wij nu naar huis gaan en we gaan niets doen. Geloof je maar, over een week is er niets. Dus wij gaan de mensen moeten drukken de komende dagen achter. De mensen moeten zitten om te zeggen van dit. Dan pas gaan we iets bereiken. Dus komende week komen we weer bij elkaar. Je gaat te zijn dat je die convocatie zien. En tussen nu en komende week moet je ook nog achter de individuele besturen zitten om te vragen van hé, maar voor je, hoe staat het daarmee? Wat ons betreft, in aflas hopu, in aflas bribi, we gaan het doen zodra we hier staan. Toen nog maar doen morgen, dan gaan we bedanken, maar we gaan niet hier staan. Wanneer we roko. Goed, het voorstel zoals gepresenteerd, breng ik nu in stemming. Wie onthoudt zich van stemmen? Wie stemt tegen? En wie stemt voor? Papa, dat is maar nu aan de 3 minuten aan de PID. Oké, goed. Dan is het met unaniem algemene stemmen aangenomen. Rest ons nog weer eens keihard voor onze leden te gaan werken. En komende week met nog tastbare resultaten bij u te komen. En dan kunnen we ook al kijken van, hey, de man is bevorderbaar. Dit voor uitba. Mensen, nogmaals, bedankt. Ik sluit hierbij de vergadering. Mag de leden van KPA vragen om zich aan deze kant te begeven? KPA. Ska. Meneer Atompai. Yes, meneer Atompai, de vergadering is gehouden. Jullie zijn in het weekend bezig geweest in gesprekken met de president, de minister van Defensie, die dus dan enkele zaken in orde zou maken namens de regering. Bent u tevreden met de resultaten? We zijn niet tevreden, maar belangrijk is, men heeft ons gehoord. Begrijpt u? En dat is wat we eigenlijk als eerste wilden hebben. Men moet naar je luisteren. En dat de man doet. En heel wat zaken zijn nog bij mij los op. We zien dat die nu dan zijn opgelost. En bepaalde zaken behoeven geen nader betoog. En bepaalde zaken nemen meer tijd. Ja, we zijn niet tevreden, maar als je vergelijkt met waar we nu staan en waar we een week terug stonden, dan lolo. U gaf aan vorige week dat u eigenlijk geen gesprekken meer zou willen voeren met de minister zelf van Justitie en Politie. Maar u weet, na deze periode zit de minister nog daar en sowieso moet er ook nog andere zaken in orde gemaakt moeten worden. Hoe denkt u dat dat zou gebeuren? Dat is helemaal niet moeilijk. Wij dealen met de president. En de president heeft zaken gedelegeerd naar mevrouw Matura. En we zien dat mevrouw Matura de dingen toch zo'n beetje begrijpt. En we kunnen toch nog een beetje meeleven.
normaal hervat na vandaag? Ja toch, want we gaan nu verder onderhandelen met de regering. En dan komen we over een week weer bij elkaar. Vele van de leden zijn eigenlijk gefocust op het geld, salaris. Dat moet nog in orde gemaakt worden. Denkt u dat dat gaat lukken? Daarvoor gaan we allemaal op money YouTube toch? Daarom ben je constant met hem, ik na money wani. Misdrijf loopt mooi, daarom zie je hem ook elke keer weer komen zitten. Het moet lukken, het moet lukken. We gaan, en daarvoor gaan we. Zo, dat was het dus. De vergadering van de veiligheidsband is afgelopen. Zojuist is het resultaat gepresenteerd. Het resultaat dat in het weekend is bereikt aangaande administratieve zaken. Over geld moet er nog gesproken worden. Maar hetgeen bereikt is geworden met de regering in het weekend, als het gaat om administratieve zaken, de vergadering van de bonden heeft dat goedgekeurd en de stukken worden dus later getekend. Goed, dus het eerste deel is voor succesvol afgerond. En het tweede deel over de financiën, daar beginnen de onderhandelingen over na vandaag. Goed, we komen dan weer bij u terug. Wanneer de gesprekken over de financiën gaan beginnen.